allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik kom net uit de douche, dus mijn haar is nog een beetje plat. Ik weet niet waarom, maar ik heb altijd het gevoel dat ik moet uitleggen waarom mijn haar op een bepaalde manier zit. Vandaag heb ik weer een hele leuke video en dit is een video voor de feestdagen een beetje. Ik heb hier twee pakketten van Revolution. Dit is een lip advent kalender en ik heb hier de Revolution 12 Days of Christmas set. Over deze lip advent kalender, dit is gewoon een advent kalender met allemaal lipsticks en zo. Daarvan ga ik een video maken voor op mijn Instagram, maar voor deze video ga ik dit pakketje unboxen en ik ga hem ook aanbrengen gelijk, de producten. Ik heb deze van beauty88.nl gehaald, ben ik super blij mee. Dus echt super bedankt daarvoor en ik ga het gewoon vandaag een beetje laten zien. Dus vergeet me vooral ook niet op Instagram te volgen als je die lip advent kalender ook nog wilt zien. Mijn Instagram is gewoon mijn voor- en achternaam Sarah Marieke. En vergeet vooral niet alvast deze video te liken en te abonneren en dan gaan we snel door met de video. Oké, mensen, als je af en toe een beetje geboren hoort op de achtergrond, ze zijn ergens hier in de straat aan het boren en je kunt het echt horen vanaf hier. Nou, dit is dan het pakket. Dit pakketje kost €50, maar voor Beauty88 heb ik een kortingscode. Die staat hier onder deze video in de beschrijving. En dan heb je 10% korting. En de waarde van alle make-up die hierin zit is £80. Dus dat is ongeveer €90 plus minus. Dus ik ben hier echt zo benieuwd naar. I love deze pakketten. Ik hou van de feestdagen, want dan komen er allemaal van dit soort pakketten. Waardoor je heel veel make-up krijgt voor een stuk minder duur dan normaal. Alles Revolution sowieso nooit echt heel duur, maar je weet toch, goedkoper is altijd beter. Kijk, als je het openmaakt, ziet het er dus zo uit. Alles zit zo op een rijtje en hij kan weer zo dicht. Super mooi pakketje ook. Dit is echt zo'n pakketje die je gewoon nog kunt houden en er andere dingen in kunt doen. Dus dat is wel leuk. Nou, ik ga gewoon alles af van links naar rechts. En ik ben benieuwd wat hier allemaal in zit. Het is in ieder geval super veel. Ik heb me ook expres nog niet opgemaakt om te kijken wat ik allemaal hier heb. En dat ga ik dan allemaal aanbrengen. En als ik al make-up op heb, heeft het niet echt nut. Oké, het allereerste wat er hierin zit is deze Travel Brush Set. Dit zijn dus vier van die kwastjes in een iets kleiner formaat, handig voor op reis. Deze is handig voor poeder. Deze is handig voor concealer en of poeder. Deze is handig voor oogschaduw. En deze is handig voor bijvoorbeeld eyeliner of je wenkbrauwen. Dus dit is echt een super handig pakketje. Ik ga deze verder vandaag niet gebruiken, omdat ik gewoon altijd mijn eigen kwasten gebruik. Maar zoiets is echt heel handig voor op reis. I like it. Het volgende is deze Lip Gloss Trio. Dit zijn dus drie lipglossjes in een soort van nude kleurtjes. Deze lijken mij echt super mooi. Ik hou van lipglossjes omdat ik altijd hele droge lippen heb. Draag ik bijna altijd lipglossjes. En deze kleuren zien er heel mooi uit. Zijn een beetje nude-achtig, een beetje nude rood-bruin. Dit is een glitterkleur en dit zijn twee matte kleuren. Deze ga ik zeker opdoen vandaag. Ik ben hier benieuwd naar. Het derde wat erin zit is deze Illuminating Fixing Spray. Fixing Spray is heel handig voor na je make-up. Als je het dan opspreekt, blijft je make-up langer en beter zitten. En hij is illuminating. Dat betekent dat hij ook een soort van glow op je gezicht creëert. En zo ziet hij eruit. Super handig. Ik heb al eentje van Revolution. Is dat niet deze? Oh nee, dat is een andere. Deze had ik al. Maar nu heb ik eentje erbij. Ik ben hier wel blij mee, want mijn fixing sprays gaan er altijd super snel doorheen. Omdat ik die heel veel gebruik. En ik heb er nog maar twee. En eentje is al bijna op. Dus ik had er nog maar eentje. Dus ik ben heel blij dat ik nou deze erbij heb. Ook vind ik het mooi dat die illuminating is. Want ik hou van een glowy gezicht. Dan hebben we hier een mattifying primer. Prime kan onder je foundation. Waardoor ook weer je make-up langer en beter blijft zitten. En hij is mat. Dus als je een vettige huid hebt, is het heel handig. Want dan maakt hij je gezicht mooi mat. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Hij is echt best wel groot. 25 milliliter, dat is best wel veel. Dus je kunt hier wel even mee doen. Silky smooth primer to mattify the skin and create a perfect base. Apply to clean dry skin before make-up. Hier ben ik wel benieuwd naar. I like it. Want mijn gezicht is niet meer super droog. Eerst was het altijd wel. Maar nu is hij meer normaal slash droog. Dus ik word altijd een beetje vettig hier bij mijn kin. Dus ik hou daar voortaan ook van matte primers. Oh, dan heb ik hier nog een fixing spray. Maar dit is een cooling fixing spray. Staat hierop. Dus die verkoelt je gezicht dan ofzo, I think. Even kijken hoe die eruit ziet. Oh, nou, die ziet er dus zo uit. Die andere was dus deze. En deze is een wit flesje. En die is meer cooling. Lightweight cooling fixing spray to help keep face and eye makeup in place while cooling and gently refreshing the skin. Nou, refreshing the skin vind ik super fijn. Ik vind het heel fijn om iets koels op mijn gezicht te sprayen. Dat maakt ook altijd mijn gezicht iets meer wakker en iets meer, ja, saai en ingezakt en een beetje slaperig. Dus vooral in de ochtend is dit heel handig. Ik heb nu al twee fixing sprays.
heel erg blij mee. Volgende is een Illuminating Eye Primer. Dit is dus een primer die onder je oogschaduw kan. Ik gebruik altijd een oogschaduw primer. Vooral als ik hele heftige ooglooks maak. En ik maak bijna altijd heftige ooglooks. Zo ziet hij eruit. Ook weer best wel groot. En dit is de applicator. Gewoon een vrij normaal beetje concealerachtige applicator. En hij is illuminating. Dat betekent dat hij een soort van glans heeft. Ik heb hem even opgesmeerd. Wat ik altijd belangrijk vind van een oogschaduwprimer is dat hij mijn huid op mijn oog lichter maakt. Dus deze ga ik ook proberen. Woe! Dan heb ik hier een oogschaduwpaletje. Een Metallic Crush Pigment Eyeshadow Palette. Dit zijn allemaal hele felle kleurtjes. Volgens mij zijn het allemaal glanzende kleurtjes. Er staat ook op metallic, dus het zijn metallic kleuren, obvious. No shit, Sarah. Oh, mooi. Zoals veel van jullie weten, ik hou van felle oogschaduwen. Dit is echt mijn ding. Oh, echt, I like it. Kijk hoe mooi. Oeh. Mooi, man. Oh, je hebt ook roze. Even die testen. Ik hou van roze, dat is mijn favoriete kleur. Nou, ze zijn allemaal heel heftig, heel metallic. I like it. Als er, by the way, hier producten bij zitten waarvan jij denkt, is toch niet zo mijn ding. Vooral zulke paletjes. Is niet echt iedereen zijn ding, want de meeste mensen houden meer van alledaagse make-up looks. Ja, ik hou van heftig, maar dat ben ik. Je kunt die dingen dan ook gewoon weggeven aan iemand. Want zoals je kunt zien, alles is gewoon mooi verpakt individueel. Dus je kunt gewoon alles in een mooie verpakking gewoon ook aan iemand anders geven. Nou, dan heb ik hier een paletje die is meer voor de alledaagse personen. De Ultimate Neutrals Pigment Palette. Dit zijn prachtige kleuren. Vooral voor het alledaagse make-up lookje. Er zitten matte kleuren. Er zitten ook glanzende kleuren. Ik vind dat altijd wel belangrijk. Want ik wil altijd een hele make-up look maken met één paletje. En ik denk dat dat met deze zeker kan. Heel erg mooi. Kijk hoeveel mooie kleuren hierin zitten. Deze, deze, deze en deze zijn allemaal glanzende kleurtjes. Dus 4 glanzende kleurtjes en 6 matte kleuren. Hier kun je zeker een look mee maken. Je kunt hier ook een hele makkelijke look mee maken. Bijvoorbeeld als je gewoon die en die in je arcadeboog doet. En dan gewoon één van die 4 op je ooglid, ben je al klaar. Dus je kunt deze heel handig gebruiken voor makkelijke ooglooks. Dan heb ik hier nog een oogschaduwpaletje. Deze is iets meer donker. De Velvet Matte Pigment Paletje. Ook weer hele mooie kleuren. Als je houdt van iets donkerdere oogschaduwlooks, is deze zeker iets voor jou. Wel is die alleen maar mat, dus er zitten geen glanzende kleurtjes bij. Kijk hoe mooi. Oh my god. Omdat die dus helemaal mat is, is deze leuk om te combineren met deze. Want deze is allemaal metallic en deze is mat. Dus je kunt deze dan een beetje combineren. Dan doe je die in je arcadeboog of zo. En dan een metallic kleur op je ooglid of zo. Super mooi. Like it. Ga ik zeker ook gebruiken, I think. Ja, of niet. Ik kan niet alles vandaag gebruiken, maar ik ga zoveel mogelijk proberen te gebruiken. Dan heb ik hier een blush en highlight palet. Deze kleuren zien er heel mooi uit. Ze zien er wel allemaal heel licht uit. Dus ik denk dat ze niet geschikt gaan zijn voor elke huidskleur. Vooral als je een wat donkerdere huidskleur hebt. Maar ik moet wel zeggen, het zijn heel veel opties en het zijn hele mooie kleurtjes. De bovenste rij is helemaal glanzend en deze kleur ook. En deze onderste 3 zijn mat. Die glanzen kun je dan allemaal gebruiken als highlighter. En deze 3... als een blush, een matte blush. Vind ik super mooi. Ik vind de kleur er echt heel mooi uitzien. Nogmaals, het is wel allemaal heel licht. Ja, behalve deze kleur. Dit is de enige kleur die een beetje iets donkerder is. Maar voor de rest is alles best wel licht. Dan heb ik hier de Revolution Ultra Contour Palet. Dit is dus een contour paletje waarmee je kunt contouren. Obvious. Ook weer super mooi. Deze zijn allemaal mat en deze 2 zijn glanzend. Dus die 2 kun je gebruiken als highlighter bij je jukbeen of waar je ook wil doen. Dit zijn 3 contourkleurtjes. Oh, deze glanst ook. Ja. Ja, die glanst ook. En die 2 zijn mat. Die zijn handig voor onder je ogen als een soort van bananapoeder. Of een soort van roze poeder om het onder je ogen iets te verlichten. Deze ga ik ook testen. En als laatste heb ik een brow palet. Dit zijn allemaal poeders. En deze 2 zijn een beetje cream. Dus deze zijn allemaal poeders voor op je wenkbrauwen. En hiermee kun je onder je wenkbrauw gaan om het te liften. En dit zijn 2 creams. Ik ga deze brow palet niet gebruiken omdat ik alvast mijn wenkbrauwen al heb gedaan. Ik test bijna nooit iets nieuws voor mijn wenkbrauwen omdat ik het haat om mijn wenkbrauwen te doen. Ik vind het het minst leuke gedeelte aan mijn hele make-up proces. Dus ik hou me gewoon altijd aan mijn eigen wenkbrauwproductjes. Dus, maar ik vind het er wel heel mooi uitzien. Maar de kleuren zijn allemaal vrij donker. Dus als je blond bent, gaat dit denk ik te donker zijn. Nou, en dat was het dan. Nou is hij helemaal leeg. Hij kan gewoon weer dicht. Dus...
Je kunt eventueel, als je veel dingen wilt weggeven of een aantal dingen wilt weggeven, kun je ze ook weer terug in dit pakketje doen en dan zo aan die persoon geven. Dus ik vind het een heel leuk pakketje. Hij is ook best wel chic, ondanks dat de Revolution niet een heel duur merk is. Dus ik vind het allemaal er heel erg mooi uitzien. Nou, dan gaan we beginnen. Ik ga eerst beginnen met mijn gezicht. Ik heb mijn dagcreme opgedaan. Ik ga eerst deze matte primer aanbrengen. Hopelijk is hij echt mat. Hij is gewoon doorzichtig. Dat zijn de meeste matte primers wel. Maar ik moet zeggen, de meeste matte zijn niet echt mat. En dan, ja, tenminste niet mat genoeg. Ik wil ze dan wel echt mat hebben. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Hij brengt in ieder geval wel heel smooth aan. Hij brengt echt heel fijn aan. I like it. Het is een beetje een siliconenachtige primer. Niet iedereen vindt dat fijn. Dus als je niet van siliconen houdt, dan is dit niet de primer voor jou. Maar ik vind hem wel fijn. Oké, er zat hier verder geen foundation of zo bij. Dus ik ga even mijn eigen foundation gebruiken. Ik ga de Maybelline Superstay foundation gebruiken in de kleur. Dit is de kleur 40 Fan. Ik wil wel even erbij vermelden. Dit is niet mijn kleur. Hij is iets te rood voor mij. Terwijl ik ben meer geel. Kijk, hij is echt best wel rood. Op zich kan ik er wel mee werken. Ik breng het gewoon altijd tot aan de nek. Maar als je dus mijn huidskleur hebt, is dit niet jouw kleur. Dus ik ben nog op zoek naar een andere kleur. Ik moet die nog gaan halen. Ik heb ook geen concealer, dus ik ga ook mijn eigen concealer gebruiken. Dit is de Revolution Concealer en Define Concealer in de kleur C5. Dit is wel mijn kleur en ik heb de grote versie. Je hebt hem ook in het klein, dus niet dat je denkt van, hoezo is die van haar zo groot? Ik heb dus echt de XL versie. Die is gewoon te koop op hun website. Dus daar heb ik die gewoon gekocht, omdat die andere echt veel te snel leeg gaat. En dit blend ik ook gewoon weer in met mijn spons. En dan pak ik even mijn Nabla Translucent poeder om te gaan baken onder mijn gezicht. Want in dit pakket zat alweer ook geen losse poeder. Dus ik gebruik even snel deze. Ik weet niet waarom, maar je kunt echt heel goed hier nog twee donkere kringen zien. Dat heb ik normaal echt nooit met deze concealer. Nou ja, we gaan door. Ik pak uit het pakketje de Ultra Contour Palette. Ik ga eerst contouren. Ik ga eerst mijn neus contouren met de lichtste contourkleur. Dat is dus deze. Ik gebruik best wel vaak voor mijn neuscontour een iets lichtere kleur dan mijn gezichtscontour. Omdat mijn neus toch, ja, anders heb ik altijd van die vlekken op mijn neus. En ik vind dat niet mooi. Dus daarom gebruik ik altijd daar een iets lichtere kleur. Nou, die kleur vind ik heel mooi voor mijn neus. Even uitblenden. Nou, dat blende op zich prima uit. Ik vind de kleur wel mooi. I like it. En dan pak ik deze licht roze kleur om het onder mijn ogen nog een beetje te verlichten. Hopelijk is hij niet te roze. Ik ga heel vaak nog met een poeder overheen nadat ik al heb gebaked. Om het hier iets lichter te maken en toch iets meer dekking te creëren. Nou, de kleur is in ieder geval goed. Het is een vrij dunne poeder. Ik had hem liever iets dikker gewild. Maar dat is gewoon mijn voorkeur. Niet iedereen wil zoveel dikke poeder onder hun ogen. Dus als jij daar niet van houdt, vind je deze gewoon wel fijn. Maar in principe, de kleur is echt prima. Hij verlicht het ook echt onder mijn ogen. Dus ja, hij doet gewoon wat hij moet doen. En dan pak ik deze kleur om mijn gezicht mee te contouren. Ik vind deze kleur iets te warm. Ik vind dit iets meer een bronzer. En deze is iets meer cool tone. Dus vandaar dat ik hiermee contour. Normaal gebruik ik wel een iets lichtere kleur. Ik vind hem vrij donker, maar ik pak gewoon niet te veel. Op zich is hij niet te donker. Er komt wel echt gelijk best wel veel pigment vanaf. Dus pak niet te veel. Gelukkig heb ik dat ook niet gedaan. Want je kunt het gewoon altijd nog een beetje opbouwen als het niet genoeg is. Ja, mooi. Op zich blendt hij wel gewoon goed uit. Ja, prima eigenlijk. Nou pak ik deze lichte glitterkleur. En met een penseelkwastje ga ik die onder mijn wenkbrauw doen. Om het een beetje te liften hier. Ik denk dat deze kleur voor op mijn jukbeenderen te licht zal zijn. En omdat ik nog dat highlight paletje heb en ik toch deze kleur ook wilde gebruiken, dacht ik, dan doe ik hem gewoon onder mijn wenkbrauw. Ja, hij is wel echt iets te licht voor mij. Maar ja, maakt niet uit. Ik vind hem alsnog mooi. Dan pak ik mijn oogschaduwprimer en die ga ik gewoon aanbrengen op allebei mijn ogen. Deze glans dus. Dus vooral als je hele glitterige ooglooks maakt of met heel veel glans, is zo'n oogschaduwprimer handig. En dan gewoon een beetje uitblenden over mijn hele ooglid. Nou, als je hem uitblendt, blend je hem een beetje weg qua kleur. Dus hij maakt mijn ooglid niet echt lichter. Dat vind ik wel jammer. Maar hij is wel plakkerig en mijn ogen glanzen. Dus dat betekent wel dat het een goede basis is als je je make-up lang wilt laten zitten. Nou, ik begin eerst met deze matte kleur. Die heet Standard. Dit is een beetje een lichte grijs-bruinige kleur. En met een fluffy kwast doe ik die zo helemaal in mijn arcadeboog. Dan pak ik deze kleur. Die heet Master. En dit is een beetje dezelfde kleur, maar dan iets donkerder. En hij is ook gewoon mat. Daarmee ga ik ook in mijn arcadeboog. En ik blijf weer iets onder die andere kleur. Dan pak ik deze Bordeaux rode matte kleur. Die heet Robust. En met een
kleinere fluffy kwast. Ga ik die ook weer in mijn arcadeboog doen. En dan vooral in de buitenste ooghoek. En die blijft lekker laag. Ik ga letterlijk in die deuk hier. Dus zodat het allemaal niet te heftig wordt. En ik blend het gewoon een beetje uit naar boven. Nou, tot nu toe blenden alle drie die matte kleuren prima uit. Er is ook gewoon genoeg pigmentatie. Ja, heel mooi. Dan pak ik dit paletje. Deze zijn dus allemaal mat. En dit is het meest donkere paletje. En ik pak deze matte paarse kleur. Die heet Mood. En met een heel klein, of ja, hij is niet heel klein, met een soort van fluffy penseelkwastje. Dus het is een beetje een mix van een penseelkwast en een fluffy kwast. Ga ik dit zo in de buitenste ooghoek erin drukken, om het daar iets donkerder te maken. En ik ga niet te hoog, ik druk het er hier gewoon letterlijk in. Ik ga het er ook niet in blenden, maar voor nu ga ik het gewoon letterlijk erin drukken. En dan, als ik het er gewoon genoeg in heb gedrukt en het gewoon donker en paars genoeg vind, dan ga ik het een beetje op zijn plek een beetje uitbletten. En ik ga niet al te ver naar links of naar boven. Ik blet het gewoon uit op zijn plek. Nou dan, als ik die paarse kleur helemaal heb aangebracht, pak ik weer deze crease kleur. Die heet Master. En dan ga ik een beetje over de randen om het allemaal iets beter uit te blenden en iets minder hard te maken. Ja, dit blenden echt geweldig. Paarse kleuren doen het vaak niet zo goed in betaalbare paletjes. Maar deze is echt gewoon prima. Hij blendt gewoon mooi uit. Ik zie hier wel een soort van plekje die iets donkerder blijft. Maar dat is ook echt de plek waar ik het heb aangebracht. Dan moet ik gewoon even iets meer blenden. En dan blendt hij verder gewoon goed mee. Dus ik vind hem gewoon prima. En dan weer met mijn Revolution Concealer ga ik de cut crease maken. Dus wordt een halve cut crease helemaal tot aan het einde van mijn oog. Nou, de cut crease is gemaakt. Nou ga ik met dit paletje twee kleuren aanbrengen. Ik ga eerst beginnen met deze roze felle kleur. Die heet Frill. En ik heb gewoon een platte synthetische kwast. En ik pak deze Illuminating Setting Spray om mijn kwast nat te maken. Het is dus fijn dat die illuminating is, want dit is een glitterkleur. Dus dan is het allemaal extra glitter. Wauw, er komt echt heel veel vanaf. Deze ga ik vanuit mijn binnenste ooghoek tot aan het midden aanbrengen. Oh my god. Kijk hoeveel kleur hier vanaf komt. Love it. Lekker veel meteen. Ik haat het als ik altijd 100 keer terug in het paletje moet gaan. En 100 lagen moet aanbrengen om een beetje kleur te krijgen. Maar dat hoeft met deze dus gewoon absoluut niet. En dan pak ik deze beetje Bordeaux rode met tellen kleur en die heet Demon. Nou, ik vind de naam helemaal niks. Laten we hem gewoon Angel noemen. Dus dan pak ik de kleur Angel. En die breng ik aan op dat kleine plekje hier die ik open heb gelaten. En ook deze kleur weer prachtig. En dan blend ik het hier een beetje in met de roze kleur. Ik heb verder niks meer gepakt op mijn kwast. Maar ik blend het gewoon zo een beetje in elkaar. Dan pak ik weer een beetje van die roze metallic kleur om het hier een beetje te helpen in elkaar te blenden. En dan pak ik weer een beetje van die Bordeaux rode kleur om het te helpen in elkaar te blenden. En zo ga ik gewoon door totdat het helemaal mooi in elkaar is geblend. Ik ga gewoon steeds op en neer. En dan pak ik van dit paletje weer deze paarse matte kleur, Mood. En dan met dat penseel fluffy kwastje ga ik die twee kleuren ook hier in elkaar blenden. Nou, echt mensen, I love this. Ik ben weer lekker hem gegaan. Ik ben weer lekker heftig gegaan. Je hoeft natuurlijk niet zo heftig te gaan, obvious. Dan pak ik weer die donkerpaarse matte kleur. En die ga ik bij mijn onderste wimperrand aanbrengen. Dan pak ik van dit paletje weer deze Bordeaux rode kleur. En met hetzelfde penseeltje ga ik ook weer onder bij mijn onderste wimperrand. En ik ga een beetje onder die paarse kleur. En dan als laatste pak ik deze bruine matte kleur Master. En die breng ik weer helemaal nog onder die andere twee kleuren aan. Om het mooi uit te blenden. Nou mensen, dit is dan de oogschaduw van Up Close. Super mooi. Zoals je kunt zien zijn de kleuren heel erg gepigmenteerd. Ze blenden ook heel mooi uit. Ik heb dus alle drie de paletjes gebruikt. En ik vind ze alle drie super mooi. Ik heb verder geen eyeliner, mascara en nepwimpers. Dus die ga ik even alle drie snel opdoen. Kom ik zo bij jullie terug. Oké, nou daar ben ik weer. Ik heb nepwimpers op. Dit zijn AliExpress 3D make lashes. Ik heb een nude oogpotloodje in mijn binnenste waterlijn gedaan. En ik heb mijn gezicht ook gebronst, want ik had ook geen bronzen. Nou ga ik verder met het blush en highlight paletje. Ik ga eerst blush aanbrengen. En ik ga voor deze blush, omdat mijn ogen al best wel heftig roze zijn. En ik dan niet ook nog zo'n heftige roze blush wil opdoen. Dus ik ga voor een iets meer naturel blushje. Ik breng wel veel aan, want zo ben ik. Maar je kunt ook gewoon iets minder aanbrengen. Wat ik dan ga doen, ik pak deze licht roze highlighter kleur. En met een heel klein kwastje ga ik die kleur aanbrengen hier in mijn binnenste ooghoek. Oké, ik vind het niet licht genoeg. Nou pak ik de allerlichtste roze kleur en daarmee ga ik er nog overheen. Dan als highlighter kleur. Ik vind het jammer dat er niet echt een champagne kleur bij zit. Ik vind deze iets te goud en deze twee eigenlijk te roze. Ik ga gewoon
Nee, ik ga deze denk ik gewoon aanbrengen. Oké, het is niet echt heel heftig. Ik ga even mijn kwast sprayen met deze Illuminating Fixing Spray. En dan doe ik het altijd zo'n beetje op mijn hand afvegen, anders vind ik hem te nat. En dan breng ik het gewoon opnieuw aan. Nou komt er wel iets meer vanaf. Ja, het is een hele mooie, beetje naturel glow. Het is in ieder geval niet heftig. Ik vind het op mijn jukbeen er in ieder geval niet zo mooi. Blushjes vind ik echt toppie, maar die highlight kleurtjes niet echt geweldig. Oké, dan deze drie liplosjes waar ik echt super benieuwd naar ben. Nou, dit zijn dan alle kleuren. De onderste is de glitterkleur en deze twee zijn mat. Ik vind ze echt geweldig. Of ja, hij is niet mat, maar deze is meer glitterig en die twee zijn meer een normale gloss. I love it. Ik vind ze super mooi. Ik ga ze gewoon even alle drie opdoen. Ik pak eerst de donkerste. Ze voelen best wel dik aan. Dit is dan de eerste. Ik vind hem op beeld iets roder lijken. Hij is iets lichter in het echt. Iets meer nude. Nou, en dit is dan deze kleur. De iets lichtere. Ook weer super mooi. Ze brengen best wel dik aan. En ze zijn best wel gepigmenteerd. Ik denk niet dat dit echt de glossjes zijn die je op een lipstick moet doen. Maar meer die je gewoon in je upje moet dragen. Deze is iets meer metallic of zo. Deze is ook het minst gepigmenteerd van de drie. Hij brengt wel even dik en stroef aan. Maar ik vind de kleur best wel mooi. Alleen is het niet echt mijn ding. Want het is een beetje meer metallic. En ik haat metallic lippen. Ik vind glitter glossjes super mooi. Ik had gewild dat hij meer glitter was dan metallic. Maar als je gewoon van metallic houdt, vind je dit ook mooi. En het is niet heel heftig metallic. Het is gewoon een beetje lichtelijk. Dus op zich zou ik hem gewoon nog wel dragen. Ik vind hem heel erg mooi. Ik zou deze denk ik wel gewoon op een lipstick doen. Omdat hij gewoon best wel doorzichtig is. Maar voor de rest vind ik ze echt alle drie toppie. Wat ik ga doen. Ik pak deze Revolution lipstick in samenwerking met Sove in de kleur Syrup. Dit is echt een hele mooie nude bruine kleur. En dan met de metallic glitterige achtige gloss ga ik er ook heen. Hij is wel best wel stroef. Dus ik ben bang dat hij dan de lipstick er mee afhaalt ofzo. Ja, super mooi. Kijk, nou heb ik hem onder wel gedaan en boven niet. Hij maakt het ook iets lichter. Ik vind het heel mooi. Ik vind dit een hele mooie combi. Nou, de Illuminating Fixing Spray heb ik al heel tijd gebruikt voor mijn kwasten. Dus ik ga nu de Cooling Fixing Spray gebruiken voor mijn hele gezicht. Nou, dit is dan de look. De fixing sprays, allebei toppies. Ze sprayen super fijn. Ik vind in principe dit pakketje echt geweldig om te krijgen. Als ik dit zou krijgen van iemand, zou ik echt super blij zijn. In principe heb ik hem ook gehad van Beauty 88. Dus super bedankt hiervoor. Ik vind het een heel leuk pakketje. Ook semi betaalbaar. Hij is 50 euro. Dat is redelijk betaalbaar voor hoeveel make-up je krijgt. Want het is allemaal best wel duur als je alles per stuk zou moeten kopen. En je hebt echt drie oogschaduwpaletjes, setting sprays, lipgloss, contour, blush, wenkbrauwen. Je hebt echt kwasten. Je hebt echt superveel in dit pakketje. Dus ik raad hem zeker aan. Het enige wat ik iets minder vond was dan van dit blush paletje de highlighters. Die zijn de enige waarvan ik dacht, ja, die ga ik niet echt meer gebruiken. Maar voor de rest, mensen, geweldig. Ik vind het echt allemaal super mooi. Vooral de oogschaduwpaletjes. Super, super mooi. Kijk op wat voor look ik heb gemaakt. Het lijkt gewoon alsof ik een heel duur gepigmenteerd oogschaduwpalet heb gebruikt. Terwijl dat helemaal niet zo is. Dus ik vind het echt een heel fijn paletje. Volg me vooral ook op Instagram als je nog de adventkalender lippen wilt zien. Want dan ga ik al die lipkleuren swatchen en zo. Maar die video komt nog. Ik weet niet of hij al nu al op mijn Instagram zal staan. Maar hij komt er in ieder geval zeker aan. Ik vond het echt heel leuk om deze video te maken. Laat me weten wat jullie vinden van de look en van alle make-up en of jullie dit pakketje misschien al hebben, want hij is gewoon al te koop. Vergeet ook vooral niet mijn kortingscode te gebruiken als je korting wilt. Dat is volgens mij even zo uit mijn hoofd Sarah10P, maar het staat sowieso hieronder in de beschrijving. Ik verdien verder niks aan die code, het is gewoon puur voor jullie. En dan om jullie leven makkelijker te maken, zal ik hier alvast twee video's plaatsen van mij die je hierna kunt gaan kijken. Dus klik alvast op eentje. Klik ook op mijn hoofd om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Like deze video ook voor mij, daar help je mij echt mee. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!